In deze video gaan we kijken wat de brandweerauto's hebben opgeleverd op een veiling van Troostwijk van 11 november 2020. We gaan ook kijken of dat het reële prijzen zijn en we gaan kijken wat je beter kunt doen, meebieden of gewoon kopen bij een dealer. Hoi, mijn naam is Theo de Klein van www.brandweerauto.nu. Wij leveren onvergetelijke kinderfeestjes en activiteiten met echte brandweerauto. Abonneer jezelf even op dit YouTube-kanaal en krijg wekelijks leuke video's en interessante weetjes over brandweerauto's. In deze video gaan we dus kijken naar de veiling. Wat heeft het opgebracht? Bij een veiling denk je al snel van, hey, er gaat een bedrijf failliet, de brandweerauto's worden verkocht en we kunnen goedkoop scoren. Bij deze veiling werkt het iets anders, want dit was gewoon een veiling van een bedrijf wat brandweerauto's via een veiling kwijt wil. Op het einde van de video nog een leuk feitje over deze veiling, dus blijf gekluisterd. Er stonden dus ongeveer een stuk of 12 brandweerauto's via de veiling werden te koop aangeboden. Ik ga ze stuk voor stuk even langs, of dat het reële prijzen zijn. Waar je in ieder geval rekening mee moet houden is dat als je een brandweerauto bij een dealer koopt, is het meestal exclusief BTW. Hier zijn de prijzen exclusief BTW en exclusief de kosten voor de veiling en die zijn 17%. Dus deze komt in plaats van 10.000 euro komt hij eigenlijk bijna op 12.000 euro uit, ex BTW. Dus die prijzen ga ik er ook even naast leggen. Nou, dit is een Mercedes uit 1997. 12.000 euro ex BTW is een reële prijs voor deze auto. Dus ja, je zou hem ook gewoon bij een dealer kunnen kopen. En deze, die Volvo uit 1996, die is ook, zit ook op 10.000 euro. Ja, hetzelfde verhaal. Ik denk zelfs dat deze aan de hoge kant is. Kijk, dit is een auto van 22 jaar oud. Volvo is een wat ietsjes gangbaar, minder gangbaar merk. Dus ik zou persoonlijk zeggen, bij een dealer zou ik hier 8.000 euro ex BTW voor geven. Dus ik denk dat ze hier zeer tevreden voor mogen zijn. Dan deze DAF uit 96. Deze zit bijna op 13.000 euro ex BTW. Er komt dus nog weer het veilinggeld bij. En dat is eigenlijk gewoon te veel. Dus ik denk als je deze normaal zou gaan kopen bij een dealer, 10.000 euro ex BTW, dan houdt het echt wel op. Ook kijkend naar de leeftijd. Dan hebben we deze MAN brandweerauto. Ja, die is vrij populair. Dat zie je ook aan het aantal biedingen. 50 biedingen maar liefst. En hij is gestopt op 18.500. Dus dat betekent ex BTW dat je ongeveer op een 21.000 euro zit. Ja, ik vind het veel te veel. Deze auto is 20 jaar oud. Ziet er wel heel goed uit. Degelijke auto. Dus daar is niks mis mee. Maar ik denk op 15.000 euro ex BTW. Dan houdt het eigenlijk wel op als je hem bij de dealer koopt. Dan hebben we deze Dennis. Er zijn maar 3 biedingen op deze auto gekomen. Het startbod begon vanaf 5.000 euro. Dus ja, ik denk dat dit uiteindelijk kom je dus rond de 6.500 euro ex BTW uit. Vind ik persoonlijk een beetje aan de hoge kant. Ik denk 6.000 euro ex BTW voor deze 23-jarige brandweerauto is een reële prijs. Dan deze Iveco. Is niet zo gangbaar. Zie je ook aan aantal biedingen. Toch nog zeg maar een kleine 7.000 euro ex BTW. Ziet er verder netjes uit. Dus dus ook weer een beetje aan de hoge kant, zeg maar, de bieding. Dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om mee te gaan bieden tot nu toe. Deze is 7.000 euro. Dus dan kom je ongeveer op 8.500 ex BTW uit. Ja, dat is een vrij reële prijs. Misschien zelfs nog iets onder de reële prijs. Als we kijken naar de staat van de auto. Dan hebben we, want deze is helemaal niet populair, 2 biedingen voor deze MAN. 5200 euro ex BTW. Tenminste, er komt nog veilinggeld bij. Dus dan kom je al snel uit op een 6000 euro ex BTW. Persoonlijk aan de hoge kant, maar het startbod was 5000 euro. Dus dan zie je ook dat er niet veel op geboden wordt. Dan deze DAF uit 93. Die zit op zeg maar 6000 euro ex BTW. Is een nette prijs. Als we kijken van wat de staat van deze brandweerauto is, vergis je dus niet. 27 jaar oud, maar
in vrij goede staat. Dus dit is een, ja, hier had je misschien nog winst kunnen gaan halen. Ik denk als je deze bij een dealer koopt, dat je ongeveer richting de 7000 euro, 8000 euro misschien aftikt, ex-BTW. Dan deze DAF brandweerauto uit 1987, 2000 euro. Dus dan zit je ongeveer op een 2500 euro ex-BTW. Ja, dat is een hele mooie prijs. Als je liefhebber bent van dit soort brandweerauto's, dan ja, had je zeker mee kunnen bieden en dan had je hier een mooie prijs voor gehad. Hier had je nog kunnen scoren. Deze zit ongeveer op een zeg maar 6000 euro ex-BTW. Nou ja, kunnen scoren, dat is eigenlijk wel eigenlijk de prijs. Ja, ja, toch populair, 338 biedingen. Dus deze is weggegaan voor de prijs die reëel is. De conclusie van deze veiling is eigenlijk dat de meeste brandweerauto's zelfs boven, de meeste gelijk of boven de reële vraagprijs als je bij een dealer zou kopen weggaan. Dus dit bedrijf heeft het goed gedaan om die brandweerauto's via de veiling te verkopen. Zoals bij iedere video zo aangegeven, heb ik het idee dat het bedrijf zelf ook meebiedt. En dat blijkt misschien ook wel, want deze brandweerauto die op deze veiling stond, dat is dus deze, eventjes kijken, deze, die staat hier ook te koop. En hij is gisteren te koop aangeboden. Kijk, datum van invoering gisteren. Dat is natuurlijk heel raar dat als je een brandweerauto op een veiling verkoopt, dat je hem dan ook nog een keer naderhand of gelijktijdig te koop zet op de autolijn.